Van Jezus zijn net de problemen van de mensen thuis, daar gaat het om. 13 jaar lang heeft uw partij een overheid gecreëerd met een mensbeeld wat vol wantrouwen zit. Alsof mensen een paar euro's te veel zouden nemen van de overheid. Je ziet het in allerlei problemen terug. Problemen met de aardbevingen in Groningen. Herstellen van de woningen, weer gehoord gisteren dat dat nog jaren gaat duren of de woningen wel of niet veilig zijn. Maar laat ik even het toeslagenschandaal eruit halen. Het toeslagenschandaal waarbij mensen hun leven is verwoest. En u zegt net, mensen zijn er helemaal klaar mee. Weet u waar ik nog helemaal klaar mee ben? Dat als er zo'n toeslagenschandaal is wat jarenlang speelt, waarbij de moties hier in de Kamer worden aangenomen om het op te lossen, dat uw partij de afgelopen jaren constant heeft weggekeken daarvoor en nu het nog steeds niet voor elkaar krijgt om die moties uit te voeren. Ik vraag me af, bent u daar ook klaar mee? Mevrouw Jezielkes. Voorzitter, als het gaat over gezamenlijk die problemen oplossen, ook inderdaad waar toeslagenouders elke dag mee te maken hebben, daar staan we zij en zij. En ik begrijp als de SP zegt, nou dat heeft heel lang niet zo gevoeld. En daar ben ik ook tijdens de campagne en daarvoor vanuit verschillende rollen die ik heb gehad ook heel duidelijk over geweest. Ik ook vind dat we daar te laat op hebben gereageerd. En we hebben nu een staatssecretaris van onszelf, van de VVD, die dag en nacht werkt om recht te doen. En dat we daar nog niet zijn, dat is meer dan duidelijk. Dat we misschien af en toe van mening verschillen over de route daar naartoe, dat is evident. Maar de heer Van Dijk, ik sta volledig aan zijn, naast hem, ja, ik sta aan uw kant. Die kan ik even tijdelijk niet meer gebruiken, excuus. Maar absoluut, want dit zijn hele terechte zorgen. En daar wilde ik ook, dus excuus daarvoor, voorzitter, niet luchtig of een grapje over maken. Maar dat zijn terechte zorgen. En daar zal die mij altijd als partner in vinden. Een vervolgvraag van de heer Dijk. Ja, maar voorzitter, mijn punt is, deze problemen komen voort uit een mensbeeld. Dat diep verankerd zit in ook uw politieke ideologie. U doet net alsof uw voorganger deed, net alsof die niet bestaat. Uw minister-president doet net alsof die ideologie niet bestaat. Maar bent u dan, als u dan gaat leren van deze verkiezingen, want u zegt, ja, we stappen niet meer in een kabinet, we gaan lekker gedogen. Bent u dan ook als partij bereid, als u toch lekker gaat gedogen, om dan ook gewoon snel een oplossing voor mensen te gaan vinden? Bijvoorbeeld een eendagsoplossing voor de toeslagenouders. Dat mensen langs kunnen komen in één dag. Dat ze alle paparazzen meenemen, dat we het allemaal doornemen. Dat we het in één keer doorlichten en dat we dan tot een oplossing komen. Want mensen zijn er namelijk klaar mee dat er geen oplossingen worden geboden. Er moet geleverd worden. Dank u wel. Mevrouw Jezielkes. Voorzitter, er moet zeker geleverd worden. En nogmaals, het kan zijn dat we, en als we een keer samen een debat hebben echt over dit onderwerp, ga ik ook heel graag met de heer Van Dijk ook dieper op in, dat we wat anders kijken naar de route waar je daarop kunt komen, wat de beste manier is om daar te komen. Uiteindelijk gaat het erom dat je iedereen zo goed mogelijk, zo snel mogelijk recht kunt doen. En alles wat dat helpt, zullen we oppakken. Dingen die dat juist ingewikkelder maken, zullen we denk ik wat kritischer op zijn. Maar dat is de houding die van ons, van mij, moet ik echt erbij zeggen, van mij gewend zou moeten zijn of gewend bent. Want het gaat, ik ben het volledig met de heer Van Dijk eens. Het gaat over een mensbeeld. Het gaat erover of je mensen bij voorbaat wantrouwt of vertrouwt. Ik ben een liberaal. Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Ik vertrouw het. En ik ga er ook vanuit dat als u de hulp nodig heeft van de overheid, dat wij er voor u moeten zijn en weer opzij moeten stappen als u dat niet meer nodig heeft. Dank u wel. En er zijn fouten gemaakt. Daar loop ik niet voor weg. En inderdaad, wij gaan er alles aan doen om die fouten niet weer te maken. En belangrijker nog, om recht te doen richting de mensen die die fouten elke dag voelen. Want dat voel ik met ze mee. De heer Dijk, tot slot. Voorzitter, dan haak ik even in op de interruptie die ik ook bij de heer Wilders had gedaan. Het moet nu gefixt worden. Het kan nu gefixt worden, er is een overgrote meerderheid in deze Kamer om dat te gaan doen. Het was een van de punten die weer, wederom, deze verkiezingen ver naar boven kwam. Het vorige kabinet is er zelf opgevallen. En ik heb nu alleen maar de toeslagen eruit gehaald. Hè. Ik had het ook kunnen hebben over long-covid-polies. Gisteren ook weer voorstel aangenomen. Wordt niet uitgevoerd. En uw vraag is? Mijn vraag is, gaan we het fixen en niet wachten totdat u in welke constructie dan ook met de heer Wilders en de heer Omtzigt en mevrouw Van der Plas een kabinet heeft geroepen? Gaan we het fixen voor die tijd? Voorzitter, al ben ik demissionair als minister, ik werk elke dag om ervoor te zorgen dat er alsnog wetten naar de Kamer worden gestuurd. 2 dagen geleden nog, één als het gaat over strafverzwaring bij bezit van zware drugs.